gaan we de stokjes even los van elkaar trekken. En dat gaat vrij makkelijk. En nu is het van belang dat je het vlees regelmatig omdraait. Niet te lang. Onze ervaring is dat smaken altijd wel verschillen, maar dat wij voorstander zijn om het niet te lang te bakken, zodat je het malsen van het schapenvlees het best tot z'n recht komt. We gaan ervan uit dat het ongeveer een minuutje of vijf op de barbecue ligt en door regelmatig te draaien zijn de stokjes bijna klaar. Dus bij de bereiding van rossicini is dat je er even bij blijft, want er zit vrij veel vet aan. Dat komt de smaak heel erg ten goede, maar dat maakt het barbecuen soms wat lastig, omdat er vuur in en tegen de stokjes aan kunnen komen. Ja, wat je dus vervolgens doet, als er inderdaad vuur is, plaats je even makkelijk in één hand omdraaien en je legt ze gewoon even aan de zijkant, totdat het vuur weer uit is. En vervolgens, als het vuur uit is, kun je ze weer gewoon terugleggen, waardoor je na een minuut of vijf een heerlijke arrosticini hebt. Ze zijn klaar. Nu komt het belangrijkste, de finishing touch. Een beetje zout, dat is eigenlijk het geheim. Het pure schapenvlees plus wat zout, dat is alles wat je nodig hebt. En dan kun je heerlijk genieten. Geef het stokje door. Lekker, Ivo. Eet smakelijk.